Ik heb nooit beter geweten dan dat ik een zus en een moeder heb. Ik heb me dan ook nooit afgevraagd wie mijn vader is. Tot ik 16 was en uitging in discotheken. Naar vriendinnen kwamen Nederlandse jongens en vroegen: schatje, waar ken ik jou van? En naar mij kwamen jongens met niet-Nederlandse roots en die vroegen dan meteen: waar kom jij vandaan? Nu had ik door mijn uiterlijk, mijn multiculturele vriendjes en vriendinnetjes en interesse voor de Arabische cultuur wel enigszins het idee dat ik wel eens niet-Nederlands zou kunnen zijn. Maar dat anderen dit ook zo zagen, dat wist ik niet. Daarom antwoordde ik altijd dat ik gewoon Nederlands was. Maar daardoor kreeg ik vaak ruzie en werd er vaak tegen me gezegd dat ik mijn roots zou verloochenen. Daarom zeg ik tegenwoordig gewoon dat ik het niet weet, want ik heb een donorvader. De meesten knikken dan, maar hebben geen idee waar ik het over heb. En een andere kleine groep zegt: oh, ik heb nog nooit iemand als jij gezien. En dan kijken ze me aan alsof ik een soort alien ben. Mensen weten dus weinig van donorkinderen af. Terwijl, in Nederland zijn er zo'n 40.000 donorkinderen en in België ook nog een groot, maar onbekend aantal. Mijn moeder was dus niet de enige die besloot een kind te krijgen via een anonieme spermadonor. Jaar geleden zag je dus ook zo in de trein en toen ging je naar Leiden. Hoe kwam die beslissing tot stand om überhaupt zo een kind te krijgen? Ik heb altijd al heel graag kinderen willen hebben en het idee om kunstmatige inseminatie kwam ook omdat ik dus lesbisch was en dan niet zomaar met een man het bed in gaat duiken of wil duiken wie je niet kent. Ik had een stuk gelezen in Vrij Nederland toen dat tijd over kunstmatige inseminatie. En toen ik eigenlijk zover was, toen dacht van ja, nou ben ik er aan toe. Nou heb ik er tijd en ik heb er ook het inkomen naar. Ben ik dus gaan kijken waar ik terecht kon komen. Dat was eigenlijk maar op één plek voor mij in de buurt. En dat was Stimezo in Leiden. Insemineren met zaad van een anonieme donor gebeurde in Nederland al sinds 1949... Er waren tientallen klinieken die dit deden. Ik ben in 1988 verwekt bij Stimezo in Leiden. Ze vragen naar hoe je leeft, wat je omstandigheden zijn, wat je gedachten zijn. Hoe je denkt het kind op te kunnen voeden. Hoe je het kind wil vertellen. En, ja. Net als adoptie eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. Aan de andere kant is het wel vreemd, want mensen die getrouwd zijn, daar wordt niks aan gevraagd. Dus die selectieprocedure was alleen omdat jij alleen was? Ja. En op het moment dat ik dus voor jou er naartoe ging, toen was het veel makkelijker. Het was van kom maar. Je kon het geld betalen, overmaken en je kon de afspraak maken. Dus voor jou is er niet opnieuw een selectie of een gesprek van tevoren geweest. Station Leiden is uw eindbestemming. Vergeet dan niet uitchecken en neem ook de eigen donor mee. Station Leiden. Mijn wettelijk vader en mijn moeder die zijn gescheiden toen ik 3,5 was. En ik vroeg van, aan mijn moeder van, nou ga ik lijken op papa? En toen, dat vond mijn moeder een goed moment om te vertellen van nee, dat niet, want je bent een donorkind. En dat was ook het moment dat ze mijn oudere broer vertelde dat hij geadopteerd is. Ik heb een oudere broer, die komt uit Colombia. Dat zegt meteen ook wel iets over hoe normaal je alles vindt als kind. Want sommige ouders zeggen van ja, we wachten tot het kind, want anders is het te jong om het te snappen. Maar ja, weet je, als kind hoef je niks te snappen, want alles wat je verteld wordt is normaal. Ik bedoel, als kind, als 4, 5-jarige, had ik me nooit afgevraagd waarom is mijn broer bruin en ik niet. Ik had zoiets van, we zijn gewoon broers. That's it. En ik had me nooit iets afgevraagd over kleur. En net zo normaal was het dus dat ik donorkind was. Weet je, ik bedoel, weet ik veel. Ik bedoel, generaties voor ons werd er verteld, je komt uit een boerenkool. Ja, ja, weet je, het is net zo'n raar verhaal. Ties is voorzitter van Stichting Donorkind. Hij werkt op de Haagse Hogeschool en doet daar onderzoek naar de beleving van de familie van donorkinderen. Maandelijks doen wij ontmoetingsdagen waarbij 10 tot 20 donorkinderen ervaringen met elkaar uitwisselen. Maar de totale groep van donorkinderen, ja, dat sinds de jaren 50 zijn dat er 40.000. En naar schatting weet
10-20% van die donorkinderen weten dat zij donorkind zijn. Hey, Madeleine. Hey, schatje. Mama. Kom, gaan we eventjes je haren kammen. Oh, wat zie jij er mooi uit. Ik was 16 en toen ben ik naar school gegaan. Ik deed opleiding voor verpleegkundigen. En in een van die anatomielessen vertelde de docent van... Oké, iemand met blauwe ogen en iemand met groene ogen kan geen kind krijgen met iemand die bruine ogen heeft. Dus ik was van, oké. En nu? Want mijn moeder heeft groene ogen en mijn vader heeft blauwe ogen. En die van mij zijn duidelijk bruin. Dus ik ben naar huis gegaan met de vraag van... joh, pa, ma, dit is vandaag verteld. Hoe zit dit? Nou, geen moeite. Hè? Dat is geen probleem, want het is toeval en niks aan de hand. Maar het was ook meteen een heel ding. Boos. Ik dacht, oké, relax, weet je. Het is goed zo. Dus ik ben naar mijn opa en oma toe gegaan en gevraagd van... joh, dit is er gebeurd op school. Dit zeggen mijn ouders. Ik vind het zo raar. Joh, weet je dan niet dat je een donorkind bent? Nee. Oh, nou, vraag dan maar aan je ouders. Ik heb nog twee zusjes die een stukje jonger zijn. En die zijn blond met blauwe ogen. Zijn wat groter, zijn wat grover qua botstructuur. En dan staat er een heel kleine bruine krullenbol naast. Die wat fijner gebouwd is. En dan denk je, ja. En dan kijk je naar je familie. En dan zie je mensen met hele andere interesses. Hele andere politieke voorkeuren. Hele andere manier van hoe zij sociaal in het leven staan. En ik paste daar niet tussen. Ik lijk niet op mijn ouders. Zijn echt qua uiterlijk veel Hollandser. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik er heel erg buitenlands uitzie. Maar ja, als je vaak genoeg de vraag krijgt van ben je een halfbloed? Waar kom je vandaan? Heb je toevallig Spaanse invloed? Italiaans? Ben je misschien wel Indisch? Je op een gegeven moment denkt van, maar waarom vragen mensen dat aan mij? Dus ook daarmee ben ik steeds meer vragen gaan stellen aan mijn opa en oma. Want elke keer als ik naar mijn ouders ging met de vraag van hoe zit dit? En waarom lijk ik niet op jullie? Werd het onderwerp doodgezwegen. Of er kwam wat ruzie. En op een gegeven moment durf je ook niks meer te vragen. Want je voelt ook wel dat het voor hun heel erg confronterend is. En dan denk je op een gegeven moment, nou, laat dan maar. Ik vraag het wel aan opa en oma, want die vertelden wel dingen. Alles wat ze wisten. Een tante en een oom vertelden mij ook alles wat ze wisten. Waar ik dus achter kwam, was dat de hele familie het wist. Zowel van mijn vaders kant als van mijn moeders kant. Iedereen wist dat ik een donorkind was. Alleen niemand die durfde te vertellen. De ouders van Joyce zeggen dat ze dachten voor een IVF-behandeling... met het zaad van de vader naar de kliniek Bijdorp in Barendrecht te gaan. De kliniek hebben we niet kunnen bereiken voor commentaar. Met adoptie is het zo dat kinderen een aantekening hebben op hun geboortebewijs dat ze geadopteerd zijn. En dat er dus een aanhangsel is wat je kan opvragen. Ik zie niet in waarom dat bij donorkinderen niet zou kunnen. Ik vind het ook super logisch dat er een aantekening staat in je medische dossier als donorkind zijnde. Want anders ben je misschien wel, hè, ben je misschien wel gegevens over de familie van je vader aan het doorgeven, terwijl die biologisch niet op jou slaan. Dat betekent toch echt dat je verkeerd behandeld kan worden. Je kan mij niet vertellen dat ouders die hun eigen kind medische gegevens onthouden echt hele goede ouders zijn. Weet je, dat kan niet samen ontstaan. Ik bedoel, als je zegt van nee, maar mijn privacy is belangrijker dan de gezondheid van mijn kind, is er gewoon echt iets mis. Ik heb hypermobiliteitssyndroom. Dat is niet iets wat echt duidelijk bij ons in de familie naar voren komt, terwijl het wel een erfelijke ziekte is. Hypermobiliteitssyndroom houdt in dat eigenlijk al je gewrichten, of dat de banden over je gewrichten te los zijn. Dus waar bij andere mensen een soort biefstuk is, is het bij mij een hamburger die uit elkaar valt. Dat houdt ook in dus dat al mijn gewrichten daardoor heel los zitten. En dat er daarvoor heel veel pijnklachten ontstaan bij mij. Het kan ook goed gaan en dan ben je een zwanger mens.
Het kan verkeerd gaan en loop je af en toe als een bejaarde op je 26e. En dat is dus iets erfelijks en dat kan ik niet thuis brengen. En daar heb ik soms wel eens, ja, dat zal dan van mijn vaders kant zijn. Ik weet dat je het me verteld hebt, alleen ik weet eigenlijk niet meer hoe. Hoe heb je dat gedaan? Ja, jij... Op een gegeven moment was je alleen. Je zus die was met de zwemvereniging op kamp. En op een van de laatste dagen eigenlijk kwam je ineens... Mama, ik wil je wat vragen. En toen trok je je jurkje recht en toen ging je op de bank zitten. Van, hoe ben ik eigenlijk nou hier gekomen? En toen heb ik dus eigenlijk verteld van, ja, dat er mensen zijn die graag een kindje willen hebben en niet getrouwd zijn of geen man hebben. En dat er dus mannen zijn die het zaad bij een dokter brengen. En dat je dan kan vragen aan zo'n dokter om te helpen om zwanger te worden en een kindje te krijgen. Nou ja, dat heb je toen zo geaccepteerd. Toen was het goed. Toen ging je weer spelen. Je was toen een jaar of 8, 9. Misschien op het moment dat mijn ouders zouden zeggen van nee, Joyce, je bent inderdaad een donorkind en wij wisten dat. Dat is eigenlijk het enige wat ik van ze wil horen. Ik wil heel graag van hun horen wat de waarheid is. Wat ze hebben gedaan en waarom ze het zo hebben gedaan. En tot die tijd dat zij dus blijven ontkennen dat ik een donorkind ben, ja, is er op dit moment voor mij niet mogelijk om met hen om te kunnen gaan. Het doet gewoon te veel zeer. Het is echt... Nee, het is gewoon veel te pijnlijk. Hé, kijk eens. Hier naast me. Ik denk dat ik 24, 25 was. En toen had ik wel zoiets van, ja, maar wacht, ik wil ook weten wat voor... Ik wil weten in wat voor generatielijn ik sta. Ik wil ook naar voren kunnen kijken en weten wat voor man ik word. Want ik weet dat niet. Ik bedoel, ik heb niemand die bloedfamilie van mij is... die ik gezien heb als 40-jarige of 50-jarige. Ik heb mijn opa, maar die ken ik alleen maar als hele oude man. Weet je wel? Dus ik weet niet hoe ik eruit ga zien... Dat ik wil weten wie mijn biologische vader is, dat is eigenlijk iets wat altijd sluimerend aanwezig is. Gewoon met suffe dingen, weet je wel. Als klusjes in huis of dat je gaat verhuizen. Ja, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel, het is echt niet dat iedereen nou een of andere buurman en buurman als vader heeft natuurlijk. Maar ja, gewoon waar je dan bij anderen ziet van, dat doe ik mijn vader eventjes. Of, weet je wel, mijn vader brengt me even weg. Of vroeger, weet je wel, dat je dan met uitgaan, dan sommige ouders waren dan heel beschermend. En dan stond vader daar in zijn pyjama of zijn pantoffels met de wagen. Die op te halen, weet je wel. Ja, niet dat dat per se had moeten gebeuren, maar dat zijn wel momenten dat je extra voelt van, ja, dat heb ik niet. Amy is al sinds haar 12e op zoek naar haar donor. Die heeft ze nog niet gevonden, maar bij toeval wel haar zusje. Nou, het was zo dat ik met een interview in de Volkskrant stond. En Maartjes moeder die las dat en die dacht... het meisje lijkt wel heel erg Maartje. Toen ben ik gaan googlen, wat kan ik over te vinden. En toen dacht ik, stuur er een berichtje, maar... Ja, ik was een beetje bang dat je zou denken, god, het idioot haalt me uit de krant. Dus ik dacht, het moet een soort van betrouwbaar overkomen. Dus ik dacht, dan doe ik het via LinkedIn en dan schrijf ik er ook bij wie we allebei kennen. Wat zij heel verschrikkelijk vond en zich heel erg over zorgen maakte van, is het dan normaal? En, ja, ik dacht, die denkt vast dat ik je stalk of zo. Als je iemand uit de krant haalt en die ga je een berichtje met, je bent van een donor. Dus ik dacht, die denkt natuurlijk, dag, gekke Henkie, die hoef ik niet. Nou ja, dus... ik vond het helemaal niet raar. Ik dacht, ja, ik ben ook van een donor en daarmee sta ik in de krant. Dus niet gek. Ja. Nou ja, goed, anyway, toen gingen we koffie drinken bij Tok Tok. En dat was echt superleuk. Koffie werd bol, werd eten, werd nog meer borrel. Nog meer thee. Na het eind waren we ervan overtuigd dat we familie waren van elkaar. Zullen we dan hier naar binnen? Ja. Ik was te vroeg, dus ik moest wachten. En toen kwam je binnen.
En, op krukken? Ja. Ik had een ongelukje gehad. En, dat gebeurt ook vaker. En toen kwam je binnen en toen dacht ik, nou, die lijkt echt niet. Dus toen was eigenlijk die eerste minuut dat ik dacht, nou, leuk, weet je, ben benieuwd naar wie ze is. En toen zijn we gekletsen. En ik vond jou heel netjes. Ja. Jij zat echt zo. Ja, en nog meer praten, en nog meer praten, en nog meer praten. En dan op een gegeven moment ontdek je dat je spiegelt, weet je, dat je hetzelfde doet als je tegenover elkaar zit. Maar echt spiegelen. Dus van die idiote dingen, weet je wel, dat je dan net één vinger ernaast vouwt. Dat je denkt, dit kan niet lekker zitten. Dus het is niet logisch dat iemand zo spiegelt. Ja, handen. Ja. Hebben we vergeleken. Best wel vergelijkbare handen. Niet vergelijkbaar met onze moeders. Ja. Haar, ogen, lach. Ja. Vorm van het gezicht ook wel. Ja. En toen karakterdingen, weet je, waar ben je nou goed in? Wat doe je nou? Ja, weet je, onderhandelen was er één waar we snel op kwamen. Ja, als je ergens voor betaalt, dan moet dat goed zijn, vinden we allebei. Ja. Compleet, logisch. Ja, als je een nieuwe baan hebt, dan ga je dus omhoog in salaris. Ja. Logisch, weet je. En als de bediening niet goed is en je betaalt voor je eten, dan ga je daar dus iets van zeggen. Ja. En als het te lang duurt, dan ga je dat dus ook benoemen. Eigenlijk zijn we gewoon alle twee best wel irritant. Ik heb af en toe wel een grotere familie gemist. Ook al vrij vroeg als kind het besef gehad als mijn moeder doodgaat. Ben ik helemaal alleen. En voor sommige dingen miste ik een grote broer of inderdaad een grote zus. Iemand die op een ander niveau je dingen kon vertellen over de wereld. Maar daar had ik een aantal neefjes, goeie aan en vrienden. Of kinderen van vrienden van mijn moeder bijvoorbeeld, die iets ouder waren. Dus op die manier had ik toch een soort grotere familie. Niet gedacht dat je die met je vader nog kon aanvullen? Nooit gedacht, nee. Mijn vader is geen vaderfiguur voor mij. Dat is een spermadonor, echt. Dus dat is iemand die, ik denk nu inmiddels 28 jaar terug, zich een keer heeft afgetrokken in een potje. En dat was het. Dat meer is het voor mij niet. Kinderen van anonieme donoren hebben officieel geen rechten om een donor te vinden, wat het dan ook erg lastig maakt. Vanaf 1990 werd de bekende donor geïntroduceerd als keuze naast de anonieme donor. En sinds 2004 is anoniem doneren zelfs verboden. Wij hadden vriendinnen en die hadden al kinderen via een donor. En toen hebben we informatie ingewonnen bij het AMC. En zodoende zijn we bij het AMC terechtgekomen voor een intakegesprek. Die hebben alles uitgelegd. En dan kon je kiezen tussen een A- en een B-donor. A-donor is helemaal anoniem. En B-donor houdt in dat ze met hun 16e, als ze daar behoefte aan hebben, hun vader, tenminste CQ-donor, kunnen ontmoeten om te kijken wat hun achtergronden zijn. En dat is dus de belangrijkste reden waarvoor we hebben gekozen voor een B-donor. Omdat ik het belangrijk vind als een kind daar behoefte aan heeft, dat ze dat kunnen doen en dat ze hun achtergronden kunnen weten. Nou, dus het donorpaspoort die hij heeft gemaakt toen hij zich afmeldde bij de spermabank. Er staat allemaal informatie over hem, dus hoe oud hij was toen dat hij ging doneren en hoe hij eruit ziet, zijn hobby's zo bijvoorbeeld, en waar hij gestudeerd heeft. Dat zijn bijvoorbeeld hobby's dan schaken en bijvoorbeeld zijn kenmerken. Ja, allemaal informatie bijvoorbeeld. Hij vindt zichzelf rationeel, dat hij wel ernstig serieus is, wat ik ook eigenlijk ook ben. Dat ik best wel serieus ben over dingen en dat hij eigenwijs is, net als ik en mijn zusje. En dan staat hier dat hij hopelijk geeft dit een combinatie met de vragenlijst een omschrijving van een goed beeld van mij. Hij moet sowieso één keer contact hebben, want dat is, zijn de regels, zeg maar. Dat is van de rechten van het kind. Ik denk er al sinds mijn 8e, dus ja, het is wel, je ziet hem dan en dan zie je eigenlijk je helft van je roots. Als we misschien een goede band hebben, misschien eens afspreken of mailen. Ja, ik weet nog niet hoe dat gaat. Het ligt eraan hoe we er allebei in staan. Ik zou er heel erg voor openstaan. En ik denk niet te veel, ik ga niet te veel hopen op dingen die misschien onmogelijk zijn. Ik vind het verschrikkelijk dubbel, de wetswijziging, dus dat er niet meer anoniem gedoneerd mag worden. Voor mij is dat prima geweest. Ik heb daar nooit problemen mee gehad.
En ik vind het heel jammer dat er daardoor zulke wachtrijen zijn ontstaan. Dat mannen het natuurlijk veel makkelijker is om het anoniem te doen, dat je er nooit meer iets van hoort, dan met het idee dat er over 16 jaar ineens een kind op je stoep staat. Aan de andere kant zijn er ook wel inderdaad heel veel mensen die op die manier op zoek zijn naar hun roots en dat nooit kunnen vinden, omdat er anoniem gedoneerd is. Ik ben daar heel dubbel in. Ik heb daar wel over gedacht wat het zou zijn wanneer ze ouder was en er zou geen bekende donor zijn. En toen heb ik bedacht dat het beter zou zijn voor haar om te weten dat er iemand weliswaar is die het zaad gedoneerd heeft, maar geen flauw idee heeft dat zij bestaat, als dat er iemand moet worden aangewezen die weet dat ze bestaat, maar het helemaal niks kan schelen dat ze er is. Dat leek me veel erger. Een bekende donor leek mij veel erger, want mijn vader interesseert zich dus helemaal niks voor me. Dat lijkt me heel erg voor een kind. In België is anoniem doneren nog de enige optie. Tot 10 jaar geleden gebeurde dit zelfs zonder enige regelgeving. Sinds 2007 bestaat er een wet die alles rond medisch begeleide voortplanting regelt. Waaronder dus ook donorconceptie. En sindsdien is het wettelijk bepaald dat de donoren anoniem zijn. Dus alle donoren die in België doneren zijn per definitie anoniem. Er is wel een uitzondering toegelaten in de wetgeving. En dat zijn de zogenaamde bekende donoren. Dus je mag wel iemand die je persoonlijk kent meebrengen naar de kliniek om als donor te dienen voor jou. De zogenaamde niet-anonieme donor, in de zin dat die bij aanvang niet bekend is voor de ouders of voor het donorkind, maar dat die zijn gegevens wel geregistreerd worden en toegankelijk zijn voor het donorkind, dat bestaat niet in België. Dus dat is eigenlijk bij wet verboden ook. Het staat heel duidelijk in de wet dat de donor anoniem moet zijn. Toen jij uiteindelijk besloot ons te krijgen via anonieme donors, dacht je toen niet, misschien vinden die kinderen die daaruit komen dat helemaal niet fijn, dat zij later geen vader hebben of niet weten waar ze vandaan komen? Ja, daar ben je wel mee bezig. Maar ik hoopte dat eigenlijk door te kunnen vertellen, om te zeggen van ik wilde heel graag een kindje, ik had geen man. En deze mogelijkheid is er. En die mannen die geven het sperma ervoor af. Om dan daarmee te voorkomen dat iemand zich ongewenst zou voelen of teleurgesteld zou zijn. Ik heb ook niet het idee gehad dat jullie van kleins af aan daar echt moeite mee hadden. Dat wist je natuurlijk nog niet toen de beslissing nam, wat wij zouden vinden. Nee. Wij staan alle twee heel relaxed in en ik zou wel willen weten wat mijn afkomst is. Maar ik zou niet echt nog een vaderfiguur willen. Maar stel je voor dat wel zo was? Nou, ik heb ook altijd gezegd, ik heb wel voor geheimhouding getekend. Maar als het nodig is, als mijn kinderen dat willen, dan ga ik ervoor. Dan ga ik proberen om dat toch te achterhalen. Om daar dus iets mee te kunnen doen. Of het dan zou lukken, is wat anders. Als je nu kijkt naar dat de anonimiteit die 30 jaar geleden afgesproken is, nu nog steeds van kracht is, dat kan niet. Het is prima dat je 30 jaar geleden iets hebt afgesproken, maar je hebt het niet met mij afgesproken. Ja, ik ben een andere persoon. Dus die afspraken die zijn gedaan over anonimiteit, die kunnen niet gelden voor donorkinderen. En jij hebt later zelfs ook besloten om zelf te gaan doneren, hè? Waarom dat? Nou, dat natuurlijk verschillende redenen wel. Maar één deel daarvan is wel dat ik... Kijk, ik ben als donorkind best wel gelukkig dat ik donorkind ben. Dus ik denk van, dat is gewoon ook een manier om te ontstaan. Omdat het niet meer anoniem was, dacht ik van, ik vind dat acceptabel. Ik vind dat het overwegen waard. En ik dacht van, als
die donorkinderen die verwekt worden, mij later kunnen vinden, die donor kunnen vinden. Dus als ik donor ben, kunnen ze mij vinden. Dan is het ook wel prettig als zij iemand vinden die begrijpt hoe het is om donorkind te zijn. En dat is de meest persoonlijke overweging, denk ik. Het is een van de weinige manieren waarvan ik weet van dan kan ik iets doen, donor worden, waarvan ik weet dat mijn donor, ik noem mijn donor, dat ook is geweest, zeg maar. Het is een bijzonder iets wat je allebei hebt gedaan. Bijna als een familietraditie. Want voor de rest weet ik natuurlijk niks van die man. Ja, ik weet dat het een man was. En ik weet dat hij minstens 18 jaar ouder is dan ik. Maar daar houden alle gegevens mee op. Dus door ook donor te worden, kon ik toch... Nou ja, voelt dat alsof er een extra band is, zeg maar. Een spiegeling in je leven. Het is daar aan de overkant. Ik moet even hier omheen. Het is de oude huisartsschool. Nu zitten er woningen in, zo te zien. Dus die mezo zitten niet meer. Ik heb wel andere roots in me dan Nederlands. En daar zou ik dus nooit achter komen, omdat ik dus mijn vader niet ken. Dat zijn wel een van de dingen die ik nooit zal weten, omdat jij ervoor gekozen hebt. Nee, dan zou je dus op zoek moeten gaan naar de donor. Hey, goedemiddag. Hi. Jos van der Stappen, kom binnen. Hierbij. Nou, ik heb dus toen ik 18 was, zoiets, een DNA-test gedaan. Dus ik kreeg deze landkaart met allemaal stipjes erop. Met good match, best match en no match. Maar ik heb ook matches in de oceaan. Dus het lijkt me heel sterk dat ik afstam van een soort vissenstoort en hier in de Atlantic. Dus ik had eigenlijk gewoon verwacht dat ik heel simpel zou krijgen. Zoveel procent Nederlands en zoveel procent Duits en zoveel procent Marokkaans of zo. Maar dat was niet zo. Dus ik hoopte eigenlijk dat jij me hier meer bij kan helpen en meer over kan vertellen. Wat dit nu eigenlijk betekent. Ik zie een standaard profiel van jou. Wat wij ook maken in het kader van onder andere onze verwantschapsanalyses. Wat mij verder opvalt is dat jij dan met allerlei landen of met staten of met... Je wordt met van alles en nog wat vergeleken. Ze hebben mijn DNA vergeleken. Ja, blijkbaar. Met profielen die blijkbaar in die landen ook gepubliceerd zijn. Want ik ga ervan uit dat ze dat uit wetenschappelijke publicaties gehaald hebben. 67% zou in Nederlands kunnen zijn. En Duits 128%. Ik zeg al, relatieve match, meer dan 100%. Hoe ze aan die getallen komen. Dus ja, het is misschien heel triest om je mee te delen. Maar ik zou hier helaas niet veel meer kunnen doen. Het is jammer, het is niet anders. Het is een mooi plaatje, dat zeg ik erbij. Gesjoemel met donorpaspoorten, inseminaties met ander donorzaad dan was verteld. Mannen die jarenlang konden doneren. Er is veel gerommeld bij de spermabanken in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Dat hebben donorkinderen op zoek naar hun afkomst ontdekt. Het is een beetje, het is eigenlijk wel iets wat mensen ook wel een beetje verwachten, dat er gerommeld is met sperma. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld dat ouders werd beloofd dat er dat voor de verschillende kinderen in hun gezin dezelfde donor zou worden gebruikt. Nou blijkt dat in de meeste gevallen dat echt niet zo is gebeurd. Gewoon omdat de klinieken zelf niet eens wisten welke donors nou eigenlijk precies hadden gebruikt. Ook zijn er klinieken die zeiden van, nou ja, de donor wordt maar zoveel keer gebruikt voor zoveel kinderen. Een extreem voorbeeld is Medisch Centrum Bijdorp. Daar hadden ze folders waarin staat, een donor krijgt maximaal 6 kinderen. De grootste groep daar zo die we nu kennen, waarvan mensen nu zijn ontmoet, zijn er al meer dan 30. En naar schatting loopt dat wel op tot over de 100. En mensen schrikken daar heel erg van. En dat is ook wel logisch. Wat je ook wel heel veel hoort van ouders, is dat zij dachten dat artsen wel te vertrouwen zouden zijn. Dat die artsen zeiden van ja, we zijn artsen en we onderzoeken het allemaal heel goed en bla bla bla. En dat daar dus niks van waar is. Ik neem de arts die inderdaad mijn moeder geïnsemineerd heeft in die zin niks kwalijk.
dat ik op de wereld ben gekomen. Ik heb een heel fijn en heel mooi leven en ik ben heel erg gelukkig. Dus wat dat betreft heeft hij mij alleen maar een plezier gedaan. Wat ik hem wel kwalijk neem, is het feit dat er meer dan 200 kinderen van ons zijn. En er is gewoon een limiet, maximaal 20, of 25 en that's it. En hij is daar ruimschoots overheen gegaan. Dat had nooit mogen gebeuren. Bij ons bestaat gewoon de kans, en het is al voorgekomen, dat mensen elkaar kennen en achteraf dus verwant met elkaar zijn. Nou, dat, stel je voor dat het gebeurt, omdat het veelal ook in de regio Rotterdam was, dat je een klik krijgt en dat je bij wijze van spreken op date gaat en dat schijnt ineens je halfbroer te zijn of je halfzus. Dat zou helemaal niet mogen. Er zijn mensen die ook hebben gezegd van, wij hebben voor een blanke donor gekozen en we krijgen een donker kindje. Niet dat we niet blij zijn met het kind, niet dat we iets hebben tegen donker, maar wij zijn blank. Dus je kiest een donor omdat we geen kinderen zelf kunnen krijgen op een normale manier. En dan wil je ook een kindje die daarin past. De FIOM is een organisatie die van oudsher uit vrouwen begeleidde die onbedoeld zwanger waren. En daarnaast mensen begeleidt die vragen hebben over een afstamming. Tegenwoordig kenniscentrum. Dus we hebben ook heel veel informatie binnen de organisatie om wetenschappelijk onderzoek te doen. Maar met name het gedeelte waar ik mee bezig ben is op het gebied van afstammingsvragen. Ik heb eigenlijk nooit zo veel interesse gehad in het leren kennen van mijn vader. Maar ik wilde altijd al heel graag mijn roots weten, waar ik vandaan kom. Dat ik denk dat ik niet helemaal Nederlands ben. Maar daar kom ik dus echt alleen maar achter als ik zo'n DNA-match doe, geloof ik. Of zijn er nog andere mogelijkheden als ik daar toch achter wil komen? Nee, eigenlijk de enige mogelijkheid, en ik zeg er ook bij mogelijkheid, is DNA af laten nemen en opname in onze DNA-databank. Ik hoop altijd dat de kliniek de gegevens bewaard heeft. En maar ja, dan is het de vraag, hè, of de kliniek gebruik heeft gemaakt van een anonieme donor of een bekende donor. Of in ieder geval een donor die anoniem wil blijven of bekend wil blijven. Ja, is het zo dat daar een donor is die heeft aangegeven dat hij bekend wil zijn en ze hebben de gegevens bewaard, dan zou er inderdaad ook nog een optie zijn. En is de informatie uit de kliniek, is dat even betrouwbaar als dat ik hier een DNA-match zou doen bij jullie? DNA is 100% zeker. DNA liegt niet. Helaas heb ik meegemaakt dat in een aantal situaties waaruit vanuit de kliniek of vanuit de gynaecoloog was aangegeven dat kinderen dat gebruik gemaakt was van sperma van dezelfde donor, dat ik later moest bellen naar die kinderen om aan te geven dat ze maar een half verwantschap hadden. Dus alleen via de moeder en dat er van een verschillende donor gebruik was gemaakt. Mensen melden zich aan via de website dat ze ingeschreven willen worden in het FIOM-kit DNA, de databank. En op het moment als ze ingeschreven staan, tegenwoordig gaat het via afname door wangslijmvlies, dan worden mensen in de databank opgeslagen waar donoren en donorkinderen in staan. Dus dan kan het zijn dat op enig moment een match is tussen een donor en een donorkind. Of met donor half broers, half zussen. Ik denk dat we aan Nederland echt een voorbeeld nemen. Als we nadenken over waar we met België naartoe willen. Als VZW halen we ook heel vaak de Nederlandse situatie aan als voorbeeld, als iets waar wij ook naartoe streven. Ik denk dat het heel positief is dat er een onafhankelijke instantie bestaat in Nederland die de donorgegevens bijhoudt en beschikbaar stelt voor donorkinderen vanaf een bepaalde leeftijd. De databank die er in Nederland bestaat om donorkinderen van voor de wetswijziging verder te helpen, dat is ook iets waar we enkel jaloers op kunnen zijn. Dat bestaat vandaag de dag ook nog altijd niet in België, dus daar ijveren we ook wel voor dat zoiets ook opgericht wordt voor Belgische donorkinderen. Ja, en dan uiteraard de wet die stelt dat donoren niet meer anoniem mogen doneren. Dat is ook iets wat we absoluut er in België ook door willen krijgen. Men is het er min of meer over eens dat niet-anonieme donoren ook toegelaten moeten worden. Maar het echt afschaffen van anonieme donatie, daar is men het zeker niet over eens. Dus dat zal waarschijnlijk nog een tijdje duren eer dat erdoor geraakt. Ik heb hier een foto van mezelf en een foto van Ariane. En grappig is met Ariane en met veel is dat je ziet dat de wenkbrauwen, de ogen, maar ook wel een beetje de mond, het gezicht hetzelfde zijn. Dat heb je bijvoorbeeld ook met Amanda. Met Amanda is dat ook gewoon heel duidelijk. Gewoon ook diezelfde ogen, hetzelfde
haar, met Joy, Jalisa, zie je dat ook heel duidelijk. Ook echt hetzelfde gezichtje. Zijn er een paar tussen die wat toch wel meer op hun moeder zijn gaan lijken. Dus daar zal je het ook niet meteen van zeggen. Maar ik durf wel te zeggen dat 80% van ons echt wel op elkaar lijkt. Toen ik laatst ook met twee halfzussen was geweest shoppen, liep ook een winkel in. Zei ze, oh, wat gezellig, een zussendag. En wij, ja. Ja, en bij het zien van al de kinderfoto's van Joyce en al haar halfbroers en zussen, zie ik tot mijn verbazing wel heel veel gelijkenissen met mijn eigen kinderfoto's. En zo'n goede band als deze halfzussen en broers hebben, wil ik eigenlijk ook wel. Dit geeft bij mij de doorslag om toch ook een DNA-test bij Film te gaan doen. Vacuum. Zo krijgen we of bloedmondsmidden binnen hè, in paarse buisjes. En dan zal ik even de patiënt. Er zit dus bloed van de patiënt in. Daar kunnen we DNA uithalen. Of we hebben wangslijm van een patiënt waar we het wattenstaafje zit in een conserveermiddel. En ook daar kunnen we DNA uithalen. Dit zijn holle buisjes. Daar kunnen we het DNA in feite in lezen. Die worden door die holle buisjes gestuurd, het DNA. En worden letter voor letter wordt het DNA, de ACTG, de volgorde van ons erfelijk materiaal, wordt letter voor letter gelezen. En op basis van die lettervolgorde weten wij of daar inderdaad een profiel bij hoort of niet. Wij proberen minimaal elke twee weken de nieuwste profielen in de database in te brengen. Daar hebben we een softwareprogramma voor ontwikkeld. Dat zie je hier op het scherm. We hebben twee mensen die dit mogen. Die mogen die database vullen. Verder kan niemand daarbij. Als die profielen er eenmaal in zitten, dan gaan we kijken naar alle resultaten die we hebben. Dan zie je, als ik deze als voorbeeld neem, zijn er kinderen toe te wijzen aan deze donor. En dat is inderdaad zo. Want je ziet in de eerste kolom, alles waar een 15 staat is interessant om verder te bekijken. En afhankelijk van of het een jongen of een meisje betreft, ga je naar het X-chromosoom kijken. Dan moet dan het getal 8 tevoorschijn komen bij de X. Of het getal 11 bij de Y, als het een jongen betreft. En hierachter staan dan ook de getallen die de sterkte van de match nog een beetje berekenen. En dan zie je inderdaad dat deze donor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nou ja, ga zo maar door, ruim 20 kinderen bij ons heeft. Zoals je ziet, dan wordt het er heel veel. Ja, dat is nog een beetje huiverig voor de databank en voor alles wat daar omheen zat. Dus toen hadden we eigenlijk gezegd van ja, we willen eigenlijk dan wel DNA-onderzoek doen los van die databank, maar dat we wel weten of wij iets van elkaar zijn. Ja. Of het kunnen uitsluiten, weet je wel. Want je wil ook niet elkaar helemaal denken te hebben gevonden en dan de hele tijd met die vraag leven van is het nou wel of niet. Ja, wij naar het ziekenhuis helemaal. Oh, dokter Verstappen is een schatje. Oh, ja, we hadden hetzelfde petje gekocht. We waren op dezelfde dingen gaan kopen dat je denkt... We sloegen wel een tikje door. En dat we dus tegenover hem zaten met hetzelfde petje op. Kijk, kijk, onze handen lijken op elkaar. En die artsen ons aankeken met een soort van... Mm-hmm. En jij, ik weet nog dat jij zei... Ja, vind je niet dat ze lijken? Nou... Het zijn handen of zo, ja. Zei hij. En wij lang. Precies, wij vonden van wel. En ja. Toen moesten we wachten. Toen ging de kerstvakantie eroverheen. Oh my god, heel de kerst er nog overheen. En aftellen. Ja, toen belde die. En toen zei hij, ja, het is met 99,zoveel% zeker vast te stellen dat jullie van dezelfde vader zijn. Nou, jij begon helemaal te stuiteren. Ja. Je zat helemaal niet, wat? En ik zat alleen met zo. Ik kreeg die grijns echt 3 weken niet van mijn gezicht. Het was zo heftig. Ja. Zo... Weet je, want ik wist het al. Jij wist het ook. We wisten het vanaf het moment dat we hier naar buiten kwamen. Ja. En je voelt die bloedband. Voelde hem gewoon fysiek. Dat is ook dat bij elkaar zijn. Dat ik dacht, ja. Ja, het was voor mij ook heel helder. Als zij morgen een nier nodig heeft of zo, whatever, prima. Ja. Ja, dit is mijn zusje, dit blijft mijn zusje. Dus het is in feite altijd mijn zusje geweest. Alleen, ja. Ik wist niet dat ze er was.
Okay. Wij lijken sowieso wel veel. Maar dat komt misschien omdat we allebei moeders zijn en daar herkennen we wel veel van elkaar. Ja, sorry, dezelfde kapsels. De eerste keer dat ik mijn halfbroers en zussen ontmoette, middagje shoppen in Rotterdam en daarna sushi eten. Dus toen hadden we al een groepje en nou, dat is ik er in de auto naartoe naar Rotterdam geparkeerd. Nou, eerst Amanda en Boy ontmoet. Die liepen met mij mee vanaf de parkeerplaats naar Alexandrium in Rotterdam. En daar stonden nog een paar anderen. En nou, dat was gewoon van, oh ja, leuk. Volgens mij zijn wij familie. Knuffel en we zijn gaan shoppen. We zijn lekker gaan eten en het was oké. We hebben echt wel heel erg veel meetings en soms ook echt in een maand gewoon 3 of zo. Dat je denkt, wow, dat is best wel veel. Maar het is allemaal vrijblijvend, dus het maakt het ook gewoon leuk. Als je denkt, nou, ik heb er wel zin in, dan kom je gewoon langs en anders niet. Dus dat is wel tof. Je merkt bij de meeste van ons wel dat we allemaal al redelijk perfectionistisch zijn. En dat we competitief zijn, dat we graag het beste willen zijn en zo. Ja, dat compenseren we wel redelijk met dat we onszelf vaak niet altijd serieus nemen. Dus ja, je merkt in heel veel karaktertrekjes dat we best op elkaar lijken en dat kan af en toe botsen, maar ja, we zijn allemaal denk ik ook al redelijk nuchter. Dus, Oké. Ah, kijk, nog eentje. Ik heb gewoon mijn leven in Amsterdam en ik heb mijn familie in Brabant. En zij zitten overal verspreid en zij zijn er zeker een onderdeel van, maar ja, toch op een andere plek of zo. Het is in zekere zin een soort bijzaak, weet je wel? Alleen mijn zus is een hoofdzaak, mijn tweelingzus. De nieuwe halfbroers en halfzussen is een soort van verrijking. Je hebt nog meer contact, je hebt nog meer gelijkenissen. Je hebt toch ook zussen? Ik had natuurlijk geen zus, dus dat vind ik heel erg leuk. Heel veel zussen. En het is gewoon altijd heel erg gezellig. En ja, als het leuk klikt, dan is het extra leuk. Maar als het niet superleuk klikt, dan is het nog heel erg leuk om die persoon te kennen en te weten die hoort bij onze groep. En het is ja, wel heel bijzonder en het is meer dat het bestaat. Tot nu toe zijn er 145 matches geweest tussen verschillende personen. Als we kijken naar het percentage, is het ongeveer 16%. Maar wat we weten is dat het overgrote deel van de kinderen die via een donor zijn verwekt niet bij ons in beeld komen, omdat ze niet weten dat ze via een donor zijn verwekt. Op het moment dat er een match is tussen een donor en een donorkind, dan krijg ik van mijn collega's bericht met het verzoek of ik in de gelegenheid ben om die match te begeleiden. Nou, als ik daarna het donorkind bel, ja, dan is het een hele bijzondere, vooral hele emotionele reactie van de kinderen. Omdat het toch iets is waar ze ja, minimaal op rekenen. Ik denk dat alle donorkinderen wel de hoop hebben dat. Maar dat het daadwerkelijk tot een match komt, is ja, natuurlijk toch de vraag altijd. Ben ik hier aan tafel nou de enige die hem niet heeft ontmoet? Ik geloof dat Darcy hem nog niet ontmoet. Nee, maar hier aan tafel nu. Ik heb hem nog niet ontmoet, omdat ik op dit moment eigenlijk gewoon nog geen behoefte aan heb. De informatie die ik wilde hebben over mijn donor, die heb ik. Omdat hij zo'n heel uitgebreid document heeft opgemaakt. Ik heb een foto, dus ik weet hoe hij eruit ziet. Ik zeg niet dat het nooit gaat gebeuren. Maar op dit moment heb ik er niet zo'n behoefte aan. Ja, wat vond ik van hem? Nou, niet echt van, oh, dit is echt reuze spannend. Het was gewoon heel gezellig. Van, nou, ik... Hoe leg je dat uit? Het voelde een beetje alsof je aan de tafel gaat zitten bij mensen die je dan niet echt kent. Dat voelt wel heel bekend. Ja, dus, nou, het is heel... Dat had ik toen niet. Goed uitgelegd, maar het is... Nee, maar ja, ik kan niet echt zeggen van, oh, dit is echt heel erg vreemd voor mij of zo. Dat is dus misschien omdat hij dus heel, best wel op jou lijkt. Ja, dat kan. Voor mij was echt, ik had echt het idee dat ik met iemand zat te praten. Die, ja. Ja, ik vind hem totaal niet op mijn lijken ook. Ik vind hem later niet. Dus, ja. Dat is heel gezellig, dus leuk. Nou nee, ik merk ook bijvoorbeeld dat, dat ik heel veel van zijn maniertjes ook gehoord heb. Handen en... Het eerste half uit de doen. Kijken, ik had uit de doen kijken. Ja, klopt. Ja, eerst heel rustig, ja, een beetje van even aftasten van wat is nou de situatie die voor me ligt. Dat heb ik ook bij hem gedaan. Hij deed net zoveel bij mij. Ik bedoel, hij heeft me ook echt een kwartier lang aangestaard gewoon, weet je wel. Ja, echt gewoon zo heel intens van, hij zei, van ik,
had gewoon ook gewoon door dat hij mij gewoon aan het vergelijken was met zichzelf en de anderen aan tafel bijvoorbeeld. Van wat heb je nou precies van mij, weet je wel. Door het feit dat je toch biologisch verwant aan elkaar bent, heb je toch al een soort van gemeenschappelijk iets wat je bindt. Ligt eraan hoe rationeel je daarmee omgaat. Ja. Want voor mij is het echt zo van, ja voor mij zijn jullie vrienden en ik heb ook gewoon twee zusjes, dat zijn mijn zusjes. Ja. Ik bedoel, dan zeg je van, ja, maar voel je niet dat je bloedverwant bent? Ja. Hoe voel je dat precies? Ja. Ik weet het eigenlijk ook niet. Ik bedoel, ik zie dat we overeenkomst hebben. Ja. Er zitten een paar tussen die het inderdaad, ja, vooral ook voor broers en zussen, het hele contact met ons geheim houden. Omdat het binnen het gezin eigenlijk niet geaccepteerd wordt. Of er zijn bijvoorbeeld broers die dan eigenlijk ook weten dat ze van donorkinderen zijn. Maar die vinden het verraad ten opzichte van de opvoedouders om dan op zoek te gaan naar de rest van de biologische familie. Er zitten een paar halfzussen tussen die ook bijvoorbeeld gewoon gezegd hebben van, nou, weet je, als ik het zou kunnen terugdraaien en ik zou het kunnen vergeten en dan zou ik zo alle halfjes inruilen voor de onverbroken band met mijn vader, die nu eigenlijk op de een of andere manier toch minder is dan dat hij in het verleden is geweest. Ja, sure. Dus dat is wel een redelijk heftige opmerking, maar weet je, ik kan me er ook wel wat bij voorstellen, want onafhankelijk van wat voor band je met elkaar opgebouwd hebt in je hele leven, je voelt toch op de een of andere manier een bepaalde kloof ontstaan. En hoe je daarmee omgaat met z'n tweeën of binnen je gezin is alles bepalend. Maar ja, het is een gat waar mensen op de een of andere manier toch meer van maken dan dat het zou hoeven zijn eigenlijk. Je hebt ook wel kasthalfjes, zeg maar, zoals we het over het algemeen noemen, die dus echt ook niet op foto's getagd mogen worden en op Facebook niet bekend mogen maken dat we moeten uitkijken wat we zeggen, welke foto's we online plaatsen. En dat verandert soms ook wel, dat zeg maar iemand eerst de kasthalfjes en daarna dan gebeurt er iets positiefs waardoor dat niet meer nodig is. Maar je hebt er ook echt wel een aantal die er lang niet zo vrij over kunnen praten en niet op tv kunnen komen, weet je wel, omdat ze gewoon echt anders iets kapot maken binnen het gezin, binnen de familie, wat ze niet willen. Dus dan houden ze het geheim. Er zijn ook gewoon mensen die zijn halfjes van ons, zeg maar. Die weten ook dat ze van onze familie zijn. Die doen ook leuke dingen, maar hun broers of zussen, die weten daar niks vanaf. Mijn zoektocht gaat een beetje in vlagen. Dus soms dan laat ik het even rusten en soms dan ben ik er heel actief mee bezig. Inmiddels ben ik bij de kliniek in Leiden geweest, samen met mijn moeder. En heb ik haar hele dossier opgehaald. Het donorpaspoort. Dit zijn de drie mogelijke uit de cyclus van mijn moeder. Maar dit is dus de enige die overeenkomt. Dus dat moet hem zijn. Ja, een studie psychologie was toch wel redelijk uniek. Of in ieder geval kenmerkend. Specifiek. Logischerwijs zou die wel eens in Leiden gestudeerd kunnen hebben. Dus ik heb daar onderzoek naar gedaan om te kijken of ik bij oude gegevens van studenten kon komen. Universiteit Leiden werkt daar niet aan mee. Dus verder gezocht. Iemand gevonden die mij eigenlijk benaderd heeft na aanleiding van een uitzending waar ik in zat. Dus die heeft mij de almanak van 1983 uitgeleend, waarin die dus ingeschreven zou moeten staan waarschijnlijk. Het is natuurlijk allemaal een beetje gokwerk. Dat heb ik laten digitaliseren. En daar hebben we nu een lijst van met ongeveer 300 mannelijke studenten die begonnen zijn aan de studie psychologie na 77. Dus die zijn we nu allemaal aan het zoeken. En dat is monnikenwerk. Nou, je bedenkt natuurlijk ook wel dat die misschien helemaal niet gevonden wil worden. Maar dat is dan jammer. Ja. Daar ben ik heel makkelijk in. Ik wil hem wel vinden. Ik denk dat in België de norm hier is echt anonieme donatie. En de bevolking weet dat ook, dat donoren anoniem doneren. En men communiceert ook heel vaak over anonimiteit, over donoranonimiteit, als iets dat belangrijk is om de donor te beschermen. Donoren voelen zich beschermd door die anonimiteit omdat ze bang zijn dat ze misschien onaangekondigd gecontacteerd zullen worden door hun donorkinderen, dat ze in grote getalen op hun stoep gaan verschijnen, dat ze misschien aanspraak willen maken op hun erfenis enzovoort. Dat zijn toch zaken die we heel vaak horen. Dat zijn angsten die echt wel leven. We weten intussen wel uit ervaring van binnen onze vereniging, door te spreken met donorkinderen,
dat die angsten eigenlijk niet zo realistisch zijn. De kinderen willen in de meeste gevallen zien. Zien waar ze op lijken. Zien waar ze bepaalde karaktereigenschappen van hebben. Weten of er erfelijke aandoeningen voorkomen. Maar vooral zien hoe de persoon zich beweegt. Hoe de persoon eruit ziet. Hoe die praat. Omdat ze binnen het gezin waar ze zijn opgegroeid toch met vragen zitten ten aanzien van, ja, waar lijk ik nou eigenlijk op? Waar heb ik die karaktereigenschappen van? Ik denk dat daar niet veel van waar is dat kinderen erfenissen willen. Sowieso is het in Nederland zo geregeld dat het niet mogelijk is. Ik heb ook nog nooit iemand horen zeggen, ik zit achter zijn geld aan of ik wil... Ik heb recht op zijn erfenis en daarom wil ik hem zoeken. Dat heb ik echt nog nooit gehoord. Ik denk niet dat donorkinderen daarmee bezig zijn. Soms wel dat kinderen een bepaalde relatie op willen bouwen. Maar ik zeg altijd ook in de gesprekken die ik met de donoren en de donorkinderen heb. Zo, we hebben het moment tot de ontmoeting en het moment vanaf de ontmoeting. En tot de ontmoeting is het ook nog heel veilig denken of heel veilig fantaseren soms. Hè. Je kunt dan ook fantaseren dat de donor die jou heeft verwekt dat de prins op het witte paard is. Maar het is een doorsnee van mannen. Dus het kan ook heel erg tegenvallen. En ik heb ook situaties gehad waar het voor kinderen heel erg tegenviel. Zelfs eentje die gezegd heeft van, ik had gewild dat ik mijn fantasie had gehouden van deze donor. Hey, met Fred Guntlaar van Fion. Hi Fred, met Willemijn de Koning. Hallo Willemijn. Hi. Ik weet, als ik niks heb gehoord, want ik heb niks meer gehoord, dat het dan betekent dat er officieel niet echt een match is, maar... Ja, ik wilde toch even bij jullie checken of het echt zo is dat er nu geen match is. Kun je dat nakijken voor mij? Ja, dat klopt. Ik heb vanmorgen al even navraag gedaan. Maar mm-hmm. Tot op het moment is er helaas nog niets gekomen van een match tussen jou en je donor. Of eventuele donor, half zussen, half broers. Oké. En ik had ook nog gevraagd om dan extra te checken op die donor die dan heel veel gedoneerd heeft. Omdat ik en ook een paar van die halfjes, die hebben toch wel misschien het idee dat ik daarbij hoor. Ik was laatst met ze gaan bowlen en toen zei er eentje ook weer van, nou, ik denk dat je misschien ook wel een van ons bent. Ja, dat wordt automatisch meegenomen. Het is een donor die in ons bestand staat. Anders zou het ook geen match zijn met andere halfjes, zoals ze zichzelf noemen. Ook voor ons is het op dit moment afwachten tot we een bericht krijgen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat het lange wachten heel frustrerend voor je is. Maar ja. Ja, we moeten het op dit moment even mee doen. Ja. Voor mij zit er dus niks anders op dan wachten. Net als vele andere donorkinderen. Totdat zij en ik ooit een match krijgen. Doeg. Dag. Ik heb hem één keer gezien. Ja, vorig jaar. Is hij hier geweest. Heb ik hem ontmoet. En heeft hij ook de meiden ontmoet en mijn man ontmoet. Op dit moment heb ik alleen mailcontact met hem. En dat is prima. Als ik mijn fantasie complete vrije loop ga laten, dan is het echt een onwijs toffe vent. Met een super lief gezin die er helemaal voor open staat. Met nog een paar broers en halfzusjes. Waar ik lekker op zondag kan komen barbecuen. En wat helemaal gezellig is. Ja, prima, weet je wel. Tuurlijk. Als ik het helemaal zelf mag uitstippelen, dan is het zo. Maar ik ben echt wel realistisch genoeg om te bedenken dat er waarschijnlijk niet in zit. Dat er misschien een partner is die dat of niet weet of daar moeite mee heeft. Ik kan me ook voorstellen dat als hij kinderen heeft, dat die kinderen zoiets hebben van, joh, wat kom jij ineens doen, weet je wel. Ja. I get it, weet je. Maar ja, dat kan ik gewoon nu niet zeggen, want ik weet niet hoe het ervoor staat. De ontmoeting, misschien zit hij wel op mij te wachten of ik zit op hem te wachten. Ik heb echt geen idee hoe dat allemaal gaat lopen, maar ik denk dat ik die dag wel heel erg zenuwachtig ben. Ik ben alleen maar blij voor Joël dat ze haar donor kan ontmoeten, zodat ze weet wat haar roots zijn. En ze vindt het heel erg belangrijk om te weten of ze nog halfjes heeft. En als die aan willen schuiven bij de volgende kerst, dan kan dat. Zijn ze altijd welkom.